Goedenavond, ik zit vanavond naast de Soulband. De Soulband is eigenlijk langzaam aan het doorbreken in Nederland. Ze treden tegenwoordig overal op, Groningen, Maastricht, Den Haag, noem het maar op. Ze zijn overal te zien. En ik ga vandaag wat vragen stellen. Ja, goeiedag. Hallo. Ja, ik heb net een optreden van je gezien en dat was eigenlijk erg goed. Ja, ik luister meestal naar andere muziek, maar hier dacht ik, ja, hey, dat is eigenlijk ook wel leuk. Hoe ben je er eigenlijk opgekomen, nou eigenlijk als ze denken als band zijn, hoe ben je er opgekomen om dit te gaan maken? Ik ben sowieso al vanaf heel jong bezig met soulmuziek. En toen ik op het conservatorium kwam, leerde ik deze mensen kennen. En daar wilde ik heel graag een bandje mee starten. En ze hebben toch een beetje ook hun eigen inbreng erin gegeven. Een beetje wat met elektronische muziek. En dat is uiteindelijk dit geworden. En daar ben ik heel blij mee. Ja, het klinkt echt veelzijdig. Een beetje van alle sferen wat. En dan wat gaan vormen. En wat is uiteindelijk het idee, tenminste voor de toekomst, om uiteindelijk op uit te komen qua sound, denk ik dan? Voor de toekomst. De toekomst is om eerst heel veel te spelen. Mm-hmm. Gewoon heel veel te spelen en te kijken wat we nog meer eruit kunnen halen qua sound. Dus hoe het spel op de Hammond verbeterd kan worden, maar ook of de bassisten naast ons, op de Moog synthesizer. Ken je dat, de Moog synthesizer? Ja, ik ken wel synthesizer, maar de Moog niet. Oké, ja, dat is een merk, een heel bekend merk. En misschien kun je even vertellen wat... Mag geen reclame maken, hè? Ik eet graag Snicker. Nou, de Moog is een bas synthesizer waarmee je eigenlijk gewoon in de sublagen echt heel veel vette sounds kan creëren. En een soort heel gaaf dekentje onder de muziek legt en zo. En je kan ook super hoog ook mooie fluitjes maken en zo. Je kan er echt super veel mee en gave dingen. Ja. Het is eigenlijk een erg veelzijdig iets, er echt alle richtingen mee op kan. Mm-hmm. Maar zoals net dus werd aangehaald, hier zijn ook een beetje op zoek naar een stevige bas. Echt om een beetje beweging te creëren, zal ik maar zeggen, in je muziek. Is dat ook wat een element is bij u, dat echt altijd terugkomt of wordt het ook wel eens weggelaten? Het verschilt heel erg. Het ene nummer is meer echt, echt oude soul, zeg maar, jaren 60 stacks-achtig, weet je wel, met alleen maar scheurende Hammonds en zo en dat soort dingen. Maar ja, we hebben ook nog wel een aantal wat Michael Jackson-achtige liedjes, Michael Jackson jaren 80, en daar komt dat dan weer heel veel in voor. Maar daar hebben we heel erg onze gitarist voor nodig. Precies. En die is er vandaag niet, dus vandaar dat we dat niet konden doen. Volgende week wordt dansen, wordt een feestje. Nog een keer. Is er volgende week iets? Volgende week wordt het echt een feestje. Ja, volgende week wordt feest. Nou, leuk. Dus volgende week wordt het echt feest. Nou, is toch altijd mooi, daar gaan we voor. Ja. En hoe lang bestaan jullie eigenlijk? Want we praten nu wel een beetje over de sound en eigenlijk alles allemaal. Sinds wanneer bestaan jullie eigenlijk? Wie is ook eigenlijk de aanvoerder geweest om dit op te zetten, echt? Ja, de totale vorming, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is een toeval, dat was jij toch? Ja, ik had het tegen Dom gezegd. Ja, ik had eigenlijk bij Marvin, ik vond Marvin te gek zingen. Ik denk, met jou wil ik samenspelen, dus dan dacht ik, laten wij een bandje vormen. Wilde ik niet, maar ja, weet je. Dus volgens mij, dat wilde hij niet, maar ik heb hem gewoon onder schot gehouden, dus dat was prima. Dat gaat nog steeds, weet je al. Dus hij heeft nou een ketting onder zijn voeten. Maar het is te gek. Maar ik denk dat we nou, dat is een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Ja. En toen zei ik tegen me af, met wie wil je samenspelen? En toen heb ik alle gasten gevraagd waarmee die niet wilden samenspelen. Dat was deze uitgekomen. Dat is eigenlijk een beetje dingetje. Ja. Heb je microfoon weer terug? Ik heb nog meer slechte grappen. Oké, hem vragen voorlopig even helemaal niks meer. Nou, het is toch best goed humor hier zo. Ja, de sfeer zit er wel maar in. Maar dat is juist ook het leuke aan de band. Ja, maar de sfeer hoort niet onder mensen. Proberen ons nu heel normaal te gedragen. Ja, dat is juist, dat is juist wel het leuke aan deze band. Weet je wel, ik vind het niet alleen super fijn om met hun te spelen, maar ook gewoon de klik onderling zit gewoon heel goed. Dus mag ik bij spelen? Nou, gelukkig mogen kinderen dit ook zien. Ze zullen wel aardig lachen om jullie grappen. Dat is Dus de doelgroep vergroten, denk ik. Maar nu ik het toch over doelgroepen heb, wat is eigenlijk jullie doelgroep? Is het nou meestal ouder doelgroep, zou ik maar zeggen, van 25 tot weet niet waar? Of is het ook van 10-jarigen die nog naar K3 luisteren, maar toch jullie ook een beetje met je sound komen? Nee, ik denk niet dat het echt bij de K3-generatie in de buurt komt. Nee, ik denk, want ja, het is op zich best wel breed, maar eigenlijk vanaf, ja, wat zal het zijn? 16? Ja, zoiets. 16, ja, 16 tot 16, 18 en dan wel tot echt oudere mensen, omdat we toch natuurlijk wel heel veel elementen ook uit de soul van vroeger, zeg maar, halen.
Ja, de 40ers, 50ers happen wel op de muziek. Dat is wel grappig. Dus de generatie die in die tijd is opgegroeid en naar concerten ging, wilde tegen beter weten in van de ouders. Het herinnert hun volgens mij een beetje aan die tijd. En ondanks dat wij nieuwe elektronica gebruiken, is het wel een oudere soort sound. En dat treft wel die leeftijdsgroep, die generatie eigenlijk. En daarnaast proberen we zoveel mogelijk onze eigen leeftijd, eigen vrienden bij elkaar te brengen op concerten. En, ze te laten dansen, met name. Ja, dansen is erg belangrijk. Danspubliek. Ja, ik hoor wel eens dat het best moeilijk is bij sommige mensen om mensen aan het dansen te krijgen. Sommige artiesten hebben echt veel moeite mee. En hoe gaat het bij jullie dan af? Is dan eigenlijk meteen als je hier staat, hey, we gaan allemaal dansen of hoe zit het? Nee, het heeft ook wel een beetje, dat is bij mij ook verschillend hoor. De ene keer voel ik meer interactie met het publiek dan de andere keer. Dat blijft toch, maar meestal gaat het wel goed, toch? Qua dans. Dans. Het ligt er ook maar een beetje aan waar we spelen. We spelen soms ook wel eens wat in de kleinere cafeetjes. En ja, daar heb je gewoon te weinig ruimte om echt te gaan dansen. Zeg maar, uit je plaat te gaan. Dus, maar meestal in de wat grotere zalen gaat het altijd wel goed. Nou, dat is toch erg mooi. Ja, je hoort meestal dat kleine dingen toch best moeilijk zijn. Mensen zich snel gaan schamen van, hey, ik ga hier toch maar niet dansen. Ja, het is toch mooi als je dat natuurlijk als doel legt om die ook aan het dansen te krijgen. Want ik denk toch dat je daar dan naar een tijdje in gaat uitblinken. Dat mensen zeggen, hey, als hun komen gaan we altijd los. Dat is natuurlijk iets wat je graag zou willen hebben. Mm-hmm. Nou, wanneer treden jullie eigenlijk weer op? Want je hebt het dus vanavond opgetreden. En staat nog iets op de planning? Of is het eerst maar even weer bijkomen van al die optredens? Nee, we spelen aanstaande vrijdag spelen in Deventer, in mijn hometown, in Valhalla. Dat is een wat grotere plek, dus we hopen dat er daar veel mensen op afkomen. En daarna spelen we weer gewoon hier dan, toch? Ja. Dat is dan de eerstvolgende. 20 maart, Bergen. Oh ja, en 20 maart spelen we in Taverne in Bergen. Ja. Dan hebben we voor de Rotterdammers onder ons, 24 maart openen we een jam sessie in de Dizzy. Oh ja. Dat is misschien wel leuk als jullie willen komen kijken. Zeker. Ja, vooral. Ja, als jij wil komen kijken. Bijvoorbeeld. Als je er tijd voor hebt en met deze baan natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk erg drugs zoals je weet. Ja. De fans blijven me groeien, maar dat is een ander verhaal. tenminste. Ik vond het erg leuk om je te spreken. Zo te horen, toch wel een beetje een druk programma. Als laatste vraag zit ik net te denken, heb je ook nog een tour deze zomer of wordt dat toch net te druk? Niet echt een tour. We zijn nu bezig met verder schrijven voor onze eerstvolgende EP. We hebben net een EP gereleased in februari. Januari, wat was het nou? Januari, ja, jezus. Januari hebben we hem gereleased. En we zijn nu bezig met schrijven voor de volgende EP. Die wordt binnenkort opgenomen. En dan daarna begint al wel een beetje het zomer... seizoen te komen en dan zijn er wel een aantal festivaltjes waar we gaan spelen, maar het is niet echt een tour of zo. Nee. Nou, oké, maar toch een druk programma zoals ik hoor. Weer lekker bezig met opnemen en alles. Nou, hartstikke mooi. Nou, ik denk dat ik het vanavond hier een beetje bij ga laten. Dus misschien zijn jullie de volgende week weer of niet. Nou, ik raad jullie dan wel aan om even een show te bezoeken van de Soul Band. Dat is toch wel een aanrader. En volgende week zijn we trouwens met een nieuwe artiest, maar die ga ik nog lekker niet verklappen. Dat zie je volgende week.